Komen toevallig, dat moet ik eerlijk toegeven, wordt er achter mij een filmopname gemaakt. Nou, ik begrepen heb, is het een biercommercial. Dus we moeten ook niet al te opgewonden raken over de aard van die opnames. Maar het is toch wel aardig dat we nu net hier staan, omdat wij nu aandacht gaan besteden aan filmopnames in Utrecht. Als je daar enig onderzoek naar doet, dan blijkt dat er ook in Utrecht heel regelmatig een locatie gebruikt wordt voor een film. Maar hoe dat precies gaat dan, hoe die locatie in de film terechtkomt, daar gaan we het nu over hebben. Weet u het nog? Die fameuze scène uit de film Amsterdam, die hier is opgenomen, hier in Utrecht. En dat was natuurlijk eigenlijk het gekke. Het is in Utrecht opgenomen, maar het was zogenaamd in Amsterdam. En over dit rare probleem ga ik nu praten met Herman de Wit, die hier voor mij zit. Maarten, hoi. Hallo, hi. Hoi. Het is natuurlijk heel bizar dat je een film maakt getiteld Amsterdam, die ook helemaal in Amsterdam zich afspeelt. Het gaat ook over een monster in de grachten van Amsterdam. Maar Amsterdam heeft niet van die mooie werven zoals Utrecht heeft. En Dick Maas, de regisseur, die dacht, ja, ik wil toch ook wel een beetje spektakel langs de kant. Want anders heb je natuurlijk alleen maar hoge wanden met geparkeerde auto's. Dus dan heeft hij hier, in de film Amsterdam, een opname in Utrecht gemaakt. En dan inderdaad wat je zegt, hier vluchten de mensen van het terras. Ja, omdat die boot, het is heel spectaculair op zichzelf. Ja, het is ook een vrij lange en, ik naar ik aanneem, dure scène. Ja. Maar nu denken dus iedereen die film ziet en die niet echt goed op de hoogte is, misschien ook wel in het buitenland, die denkt dat dit Amsterdam is. Dat is toch wel een beetje miskenning van het unieke karakter van de Utrechtse grachten. Nou ja, mensen die Utrecht kennen en Amsterdam goed kennen, die zien gelijk dat dat natuurlijk niet Amsterdamse grachten zijn, maar dat dat toevallig even een stukje Utrechtse grachten is. Maar zo zijn er natuurlijk wel veel meer mensen die filmmakers, die films maken in Utrecht. En dan doen ze toch meestal hun uiterste best om de Domtoren niet in beeld te krijgen, om niet specifieke Utrechtse omgevingen te laten zien. Omdat ze toch vaak zo'n stad, zo'n historische stad, gebruiken als een soort achtergrond voor de film die ze willen maken. Utrecht is natuurlijk op dat betreft een heel dankbaar decor. Want er is in feite een zeer omvangrijke, relatief oude binnenstad. Ja, Denk aan de oude gracht natuurlijk, denk aan de nieuwe gracht, maar allerlei stegen en straatjes die we hebben. Utrecht is godzijdank niet gebombardeerd. De Duitsers hebben gedreigd, maar het is niet gebeurd. Nou ja, het grappige is dat de film Het Bombardement, een film over het bombardement van Rotterdam, dat dat voor een deel in Utrecht is opgenomen. Ja, omdat ze hier dus dingen konden vinden die ze in Rotterdam dat is pas echt ironisch. Ja, dus dat is dat. Die na Rotterdam gebombardeerd zou worden als wij niet snel genoeg capituleerden. Ja. Namelijk Utrecht, wat dus niet gebombardeerd is, gebruikt hij dat decor voor de film Het Bombardement op Rotterdam. Exact. Oma! Ik wil iets van u lenen. En het ligt boven. In het dressoir zeker. Er zijn weinig films, volgens mij, bij mij weten bijna geen films, die echt in Utrecht zich afspelen. Waar het verhaal ook echt in Utrecht is gesitueerd. Dit is weer zo'n typische filmlocatie. En u kunt zich daar ook wel een beetje bij voorstellen als je even hier naar die vismarkt kijkt. En daar zie je die dom oprijzen achter gevels die weliswaar niet allemaal even oud lijken, maar die qua fundamenten allemaal poepie oud zijn. En hier speelde zich een scène af uit welke film? Uit Keetje Tippel. Paul Verhoeven heeft hier een scène van opgenomen voor zijn film Keetje Tippel. Maar die Domtoren had hij zeker niet in beeld. Want deze Keetje Tippel film die speelt zich af in Amsterdam. Oh, wat kijk,
Al die winterbiertjes daar, die hebben geld nodig. De ene om uit te breiden, de ander voor een nieuwe voorraad of een verbouwtje. Maar die centjes moeten ze lenen van de bank. En op de bank zit iemand die beslist of ze het krijgen. En dat ben ik. Ik vind het echt licht misdadig dat je uit deze scène de Domtoren weglaat. Dat vind ik echt. Het is een schande. Maar ja, als je wil laten zien dat dit in Amsterdam zich afspeelt, ja, is het natuurlijk raar dat je dan ineens de Domtoren langs ziet komen. Die hebben ze in Amsterdam niet. Ik zou ook als gemeente bij het vergunningbeleid zeggen, je mag dat is draaien. Allemaal goed en wel. Je mag draaien wat je wil, maar de Domtoren komt erop te staan. Ja, we staan in een Ridderschapsstraat. Tot mijn schande moet ik bekennen dat dit de eerste keer van mijn leven is dat ik in de Ridderschapsstraat sta. En de vraag is natuurlijk, waarom staan we eigenlijk hier? Wat gaan we hier bekijken? We gaan kijken naar de Utam garage. De Utam garage, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dat is een hele oude garage uit het begin van de vorige eeuw. En die wordt de laatste jaren regelmatig gebruikt voor filmopname. Een van de meest bekende films waar deze locatie voor gebruikt is Zwart Boek. Ja. Paul Verhoeven, daar hebben we hem weer. Nooit gezien, maar goed. En dan is hier een door het verzet is hier een rouwcentrum georganiseerd. Waar vanuit allerlei illegale activiteiten plaatsvinden. Omdat je natuurlijk met die doodskisten. En met die doodskist kan je dan mensen naar binnen brengen en weer naar buiten brengen. En daar zie je nog een bordje, Maarten, erboven. Rouwcentrum Silentium. Ja, inderdaad. Dat is nog een bordje wat hier destijds is gebruikt tijdens de opname van Zwart Boek. Dat hebben ze er speciaal voor gemaakt. Dat hebben ze speciaal voor gemaakt en dat is hier achtergebleven, kennelijk. Later is deze locatie ook gebruikt voor Rip Haar, onlangs voor een paar jaar geleden gemaakt. En de Helleveeg van André van Duren. Is hier ook voor een deel opgenomen. En het leuke is, deze straat is natuurlijk, jij kent hem niet eens, maar daar komt bijna nooit iemand. Dus je kunt heel makkelijk iets afzetten en toch kunnen filmen. Dan hoef je niet de hele stad plat te leggen. En hier binnen kun je natuurlijk filmen wat je wil. Ja, dat is want ook dan wel een kun je de deuren dicht doen. En dan. Een gubbere ruimte. En dat is een hele mooie ruimte, ja. Maar Utrecht doet wel zijn best, want we hebben hier tegenwoordig de filmcommission. Dat is een afdeling van de gemeente. En die probeert te promoten dat filmmakers naar Utrecht komen om films op te nemen. Dus dan gaan ze proberen om in ieder geval alle faciliteiten te geven die ze nodig hebben. Dus parkeervergunningen, straten afzetten en hulp bij film. Men ziet het dan eigenlijk als reclame voor de stad. Uiteraard, maar dan moet er eigenlijk wel de Domtoren binnen zitten. Nog een beetje gek dat de stad niet veel meer is dan een anoniem decor. Ja. En dat we daar dan allerlei faciliteiten aan bieden. Maar goed, als er een echte grote filmcrew neerstrijkt in Utrecht, dan heeft Utrecht daar ook voordeel van. Doordat er hier ook dingen worden ingekocht, doordat hier mensen geven er ook dingen uit. Misschien worden hotels hier bevolkt door acteurs en actrices. Ze is een uur geleden al meegenomen. Wat? Door wie? Waar bevinden we ons nu? Op de Rembrandtkade. En waarom is dat zo? Omdat we deze korte documentaire gaan afsluiten met een opname uit de film Rip Hagen. Rip Hagen is een figuur uit de Tweede Wereldoorlog, een jodenjager. En ergens in die film komt de scène voor waarbij een overvalwagen over de Rembrandtkade rijdt. Het mooie is natuurlijk dat je dan die Rembrandtkade ziet zonder al die geparkeerde auto's. En dan hebben we dus direct weer dat probleem dat er tal van filmopnames in Utrecht worden gemaakt, maar dat Utrecht daar niet veel meer is dan een decor.
En dat die films zich eigenlijk zogenaamd afspelen in hele andere steden. Of het nu Hamburg is of Amsterdam of wat dan ook maar. Het wordt kortom tijd voor een fraaie speelfilm waarin Utrecht niet zomaar het toevallige decor is, maar waar eigenlijk de stad de hoofdrolspeler is. En wat mij betreft start die film hier op de Rembrandtkade op een novembermiddag. Misschien moeten we hem inderdaad in zwart-wit draaien. En het begint langzaam te motregenen. En vanuit die vrijwel hopeloze situatie ontwikkelt zich een schitterende film die eindigt met de Domtoren. Moedeloos slenterde hij het beeld uit.